Zo, daar zijn we weer bij ons volgende vlog. We hebben witte vlinderstruikstekken. Ik zal het even laten zien. Die doen het hartstikke goed. En wat we nu gaan doen is, we gaan ze overzetten in een losse pot. Ze gaan allemaal op zichzelf. Dus we halen het stekje voorzichtig eruit. Je zal zien dat er geen worteltjes nog zitten aan het stengeltje. Maar dat geeft niet, want het groen dat begint al wel te groeien. Dus hij kan gewoon in een potje gezet worden. Een beetje aandrukken. Kaartje erbij. Ze hoeven ook niet meer onder het plastic nu. Dus ze staan gewoon zo. Dan hebben we een mooi potje. En zo doen we dat nog een aantal keer. En dan hebben we mooie vlinderstruiken die weer kunnen gaan groeien in hun eigen potje. Als ze groter worden, dan kom ik weer terug met het volgende vlog.